De succesvolle campagne Wees een Held en Meld van de Stichting Kinderen en Jongerentelefoon, KJT, wordt verlengd. Dit is mogelijk door de ondersteuning van het sociaal programma van de Republic Bank. In dit kader vond vanmorgen in de Courtyard by Marriott de perslaunch plaats van deze samenwerking. De bewustzijnscampagne is van 11 augustus tot en met 20 november van het vorig jaar gehouden. De algemeen directeur van de Republic Bank, Gloria Anthony, memoreerde dat jongeren over het algemeen veel leed wordt aangedaan door mensen van wie zij houden en naar wie zij opkijken. De bank is volgens haar dan ook heel blij dat zij samen met de stichting KJT een bijdrage kan leveren om deze vloek van kindermisbruik in Suriname tegen te gaan. And to protect the young and most vulnerable in our society. In 2007, this foundation introduced the Child and Youth Telephone Line. Since 2007, the telephone line has acted as a hub where children and young adults can call their own and share their personal experiences with child abuse or to share the story of a friend. The online service lends a listening ear to those who simply need one. Through this platform, victims of abuse, bullying, peer pressure, and low self-esteem are encouraged to message or call and talk about their problems with trained volunteers. The Child and Youth Foundation line provides a place of refuge for those seeking asylum. And judging from the statistics I outlined earlier, it is important now more than ever for corporate Suriname to come together, pledge support for organizations for enacting change in a society where general care seems to have been forgotten. Anthony benadrukt dat het werk van de stichting KJT precies past binnen het Power to Make a Difference programma van de bank. Wij hebben de kracht om degenen te helpen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, zegt Anthony. Jacinta Jongalok Dundas, waarnemend directeur van de stichting KJT, zegt dat er in de afgelopen periode 149 gevallen van geweld zijn gemeld. En dan moet u denken aan fysiek geweld, geestelijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik, pesten. Dat zijn de vormen van geweld die we hebben geregistreerd. We hebben deze cases, we hebben een doorverwijspolicy. Dus deze cases zijn doorverwezen naar onze partners. En de partner waarmee wij, waarnaar wij het meest hebben doorverwezen, als het gaat om deze cases, is jeugdzaken, politie, jeugdzaken en BUFAS. Dus dat zijn dus de partners die al deze cases hebben gehad om af te handelen. En van KPS jeugdzaken hebben we wel de rapportages gehad. 4 gevallen zijn tot nu toe uitgemond in een strafrechtelijk onderzoek. Een paar van de gevallen, daar zijn de ouders ernstig aangesproken. Ik denk dat het meer gaat om lichamelijk geweld. U weet, we hebben een cultuur van slaan. En de andere gevallen zijn nog in onderzoek. Ja? Wat ik nog kan zeggen over de cijfers is dat het opvalt dat als het gaat om de slachtoffers, de meeste slachtoffers van het vrouwelijk geslacht zijn, dus meisjes. En als het gaat om daders, vermoedelijke daders, want er wordt een klacht ingediend, er wordt een melding gedaan, dus wij registreren een vermoedelijke dader. En dan was het volgens de melding het mannelijk geslacht. Jacinta Jongalok Dundas, waarnemend directeur van de stichting Kinderen en Jongeren Telefoon. De cijfers laten volgens Jongalok ook zien dat het meeste geweld thuis plaatsvindt en dat de meeste gevallen in Nikeri, Saramaka, Para en Marowijne voorkomen. De meldingen worden veelal door kinderen gedaan, maar er zijn ook ouders die namens de kinderen bellen. Aldus Jongalok Dundas vanmorgen bij de launch van de samenwerking tussen de Kinderen- en Jongerentelefoon en de Republic Bank Suriname, inzake de verlenging van de campagne Wees een Held en Meld.